De organisatie van Paaspop in Schijndel heeft 100 extra mensen ingezet om het festivalterrein te herstellen. Dat ligt er nu niet zo heel goed bij door het weer van de afgelopen dagen. In totaal gaan 600 man in ploegendiensten het terrein aanpakken. Nou, want morgen vroeg 9 uur moeten de eerste festivalgangers de camping al op kunnen. In Schijndel is onze verslaggever Femke de Jong. Ja, Femke, wat is nou het grootste probleem? Nou, de nattigheid is op dit moment het grootste probleem. De afgelopen dagen was het de wind het probleem. Decorstukken gingen kapot en er moest af en toe gestopt worden met het bouwen van tenten, want die vlogen gewoon weg. Ik heb hier Micha de Bok naast me staan. Zo erg als het terrein er nu bij staat, is het nooit eerder geweest, geloof ik? Nee, zo erg als het dit jaar is, hebben we het niet eerder gehad. Met name zeg maar, met de opbouw. Zoveel wind, donder, bliksem, hagel. Ik denk dat we alles gehad hebben nu. Wat is het grootste probleem? De vertraging. Dus we zijn eigenlijk gewoon een complete dag verloren door de weersomstandigheden. En dat heeft ons eigenlijk doen besluiten om op te schalen. Ik ben ooit tot mijn knieën in het campingterrein gezakt. Is dat nu weer het geval? Nou, het is heel modderig. Maar wat we hebben gedaan is eigenlijk de bovenlaag wordt er afgehaald. Dan wordt wit zand en compost ingereden. En daaroverheen gaan planken vloeren. Dus dat wordt met man en macht gewerkt om het allemaal strak te krijgen. Ja, en het festivalterrein zelf, want dat is ook drassig. Ja, maar op zich moet ik zeggen, het middenterrein valt heel erg mee. Backstage is nog een ander verhaal. Maar goed, daar heeft een bezoeker geen last van. De weersvoorspellingen voor het komend weekend die zijn relatief gunstig. Het gaat niet meer regenen, het is zo'n 10 graden, maar ik zou laarzen meenemen. Nou, Femke de Jong vanuit Schijndel, dankjewel.